Ik ben Marnik de Lange, ik ben pottenbakker van beroep en de houtstook is mijn hobby. Dit type stook was eigenlijk wat ik heel mijn leven altijd wilde doen. Dus, maar nu doen we de hasoven en het serviesgoed is om de broden. Maar dit is een paar maanden per jaar onze hobby die we dan uitoefenen. Die terug over pottenbakken gaat, maar dat is meer een passie dan het serviesgoed bijvoorbeeld. Dit soort stoken doen is eigenlijk een immens werk, maar dat geeft ook de grootste voldoening achteraf als we de oven leegmaken. Dus dan gaat het van het ene moment van euforie, van een zeer schoon stuk dat eruit komt gelijk dat we het wilden, tot een stuk dat eigenlijk vreselijk lelijk is en dat eruit komt niet zoals we wilden. Maar de oven is een gereedschap die iedere pottenbakker nodig heeft. En op het moment dat we de potten in de oven zetten, moeten we eigenlijk dat allemaal loslaten. En doet de natuur, het vuur, doet met de potten wat hij zelf wil. Hè. De oven doet met die potten wat hij zelf wil. Dus het vuur gaat de tekening maken. Het is eigenlijk iets onbeschrijfelijks. Vorige keer hebben we de oven ingeladen, dichtgemetseld en drooggestookt. En nu gaan we beginnen met het echte stoken, 3 dagen en 2 nachten. Twee beuk en twee eik. Dus alles wordt hier met hout gestookt, waardoor dat we speciale effecten krijgen. Dus de vlamtekening gaat erop komen. De klei wordt bruin in plaats dat hij in een hasoven grijs wordt. Omdat het aanwezige ijzer dat in de klei zit, die komt eigenlijk naar buiten. Dus met schoon. Propere stook. Ja? Ja. Voor de moment, hè? Ja. Van hier aan de stookruimte kunnen we dus in de spiegel zien welke verbranding dat we krijgen. Dus als we te veel hout insteken, dan gaat er hinter zwarte rook uitkomen, moeten we de volgende keer hier een stuk minder in doen. Waardoor dat de verbranding zuurstof-brandstof gelijkmatiger is. En het is de bedoeling dat we zo weinig mogelijk uitstoot creëren. Dus die zwarte rook, dat is eigenlijk een gassen die niet verbrand zijn en dat is energie die we verliezen. En die proberen we zoveel mogelijk te gebruiken om de oven op te warmen. Hè? In plaats van die door de schouw te blazen. We gebruiken 3 houtsoorten. Een beuk heel weinig. Maar de eik en de populier zijn eigenlijk de belangrijkste. Dus de eik en de beuk die geven een kolenbed. Waardoor dat er eigenlijk een vierkante meter op 50 hoog een gloeiende kolenmassa wordt. Dus aan de populier die gaan we achteraf er gaan bij doen, gaan bijstoken, omdat we de hitte van die eik met die lange vlam van de populier tot helemaal al achter kunnen draaien. Eik en beuk hebben een kortere vlam. Hier zie je zwarte plekken van de eik en daardoor zie je dat die heel droog is. Dus dat is de regen die erop komt en de zon. En die regen doet eigenlijk het hout sneller uitdrogen. Want dat water gaat verdampen. En daardoor kun je eigenlijk zien dat het vreselijk goed droog is. En dat is heel belangrijk voor zulke dingen te doen. Dat je hout op zijn perfecte top staat voor zo min mogelijk energieverlies te hebben.
Dat de energie direct in de potten gaat en in de oven gebruikt wordt. Hè. Dat er niet eerst, als uw hout nog nat is, moet er eerst een verdamping komen van de harsen. En dan pas kan het beginnen energie afgeven. Hier is dat, als dat goed droog is, is dat niet echt nodig. Hè. Dus we gaan nu de ploegwissel doen. Dus we hebben een ploeg van 8 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag, van 4 uur in de namiddag tot 12 uur 's avonds, van 12 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En dat is gedurende 3 dagen en 2 nachten. Dus de temperatuur wordt langzaam opgedreven naar een eindpunt van ongeveer 1320 graden. En dat moet echt zeer traag gebeuren, omdat het vooraan en achteraan, doordat die oven zo groot is en zo lang is, moet het achteraan ook even warm worden dan vooraan. Daarom gebeurt dat heel traag en ongeveer een 25 graden per uur. Goed is het. Goed bezig. Goed. We zijn nu met een 4 à 5 man per ploeg. Dus er zijn er een paar die constant hout aanbrengen. En er zijn er enkele die beneden in de put gaan afwisselen. Hè, om het uur, zodat we ons niet verbranden en dat we niet door elkaar geschud worden van de warmte. Ik denk dat we daar om ons been rond de 100 graden gaan zitten. Dus moeten we er echt niet te lang blijven instoen. Degenen die dan hier nu kapitein zijn, die gaan de thermokoppel controleren. Van het moment dat het een klein beetje zakt, wordt er hout toegevoegd. Dus nu gaat Chile ermee stoppen. En Michael neemt de leiding over. How are you? Hello there, how are you? Nice fine, to see you. Yeah? Hoe gaat het met jou vandaag? Very good, thank you. Yeah. So. Two beer, one oak. Hoe zit dat aan de schaal? We gaan nu naar de smeltkegels kijken, dus die de temperatuur aangeven. En normaal gezien zou tienen van 1150 zou dat kunnen ver gaan plat liggen. Chile, doe maar open. We hebben een donkere bril aan om zeker te zijn dat we de kegels goed kunnen in het vuur zien. Hè. Ja, de 6 is half gebogen, dus ja, binnen een goede 20 graden gaat die volledig omvallen. Dus ja, dat gaat nog een uur of twee duren en dan gaat die 6 ook volledig omver liggen. Ja, doe maar toe. Voilà, dat is het. Hè. En nu gaan ze er terug hout opsteken. Dus die kegels zijn een simpele, goede tool om te gebruiken om de werkelijke temperatuur te controleren. De moeilijkheid zit er hem in om dit type oven achteraan plusminus even warm te krijgen dan vooraan. Dus nu zitten we nog met een 90 graden verschil. Dus vooraan hebben we 1090 op de meter. En hier hebben we ongeveer een 1000 graden. Dus de bedoeling is dat we deze kegels hier ook plat krijgen. Maar dat gaat natuurlijk 24 uur langer duren dan helemaal vooraan.
Dus hier hadden nu eigenlijk een vroeger controle dan ze gebruikten. Van het moment dat hier het vlammetje naar beneden ging, dan konden ze vooraan terug bijstoken. Maar ja, ik gebruik die controle niet meer, omdat we nu met die thermokoppels bezig zijn. En dat het eigenlijk een verloren energie is die naar buiten gaat. Het is altijd wel een keer schoon om te zien. Het rare is ook, als je daar een stokje gaat inhouden in die vlam, dan kun je daar niks in brand steken. Dat is een reductievlam, dus die vlam die bevat niks van zuurstof niet meer. En daarom kun je daar ook geen hout mee in brand steken. Voor iets in brand te steken heb je drie dingen nodig. Hè. Brandstof, zuurstof en hitte. En als er één van de drie weg is, dan kun je geen vuur meer maken met iets. Hè. So we now slightly higher, but in the back we are much higher. This is very good. Yeah. Dit is de logboek en hier zie je dat het de 12e stook van april is. Dus hier zijn we de droogstook begonnen, de opstart. Hier staat alles opgeschreven. En nu zijn we hier, om het uur wordt de temperatuur opgeschreven als we begonnen zijn. En nu zitten we al ongeveer aan 33e uur van de volledige stook. En we zitten nu op 1079 graden. Maar binnenin ligt al kegel 6 plat. Dus dat is die van 1222 graden. Dus in de hasoven gaan we aan 150 graden per uur. Maar in de houtoven gaat dat veel trager. Dus gaat die kegel op een lagere temperatuur smelten. Voor dezelfde glazuurrijpheid, maar op een lagere temperatuur. Doordat de tijd een heel belangrijke rol speelt ook in het stoken. Oeps. Tijdens de laatste nacht van het stoken gaat die laatste kegel omvervallen en dan wordt er opzij gestookt. Tot als we zien dat in de achterste kamer, in het midden, die laatste kegel omvergevallen is en dan wordt er in die achterste kamer ook nog 3 uur verder gestookt. Na het volledige proces van het stoken gaan we hem volledig dichtmaken en gaan we een week wachten om het open te doen. Tijdens die week van het afkoelen gaat er hier en daar al een steen weggenomen worden om het afkoelen iets te bevorderen. En van het moment dat we kunnen onze hand op de steen leggen, dan kunnen we beginnen met het uitbreken van de muur. Iedere steen wordt steen voor steen gekuist om de volgende stook te vergemakkelijken. Na 9 dagen heeft de oven nog een 50 graden en kunnen we die gemakkelijk leegmaken zonder dat we nog in een sauna zitten. En dan, ja, het resultaat is altijd afwachten, hè, of dat het goed gaat zijn. Dat is nu de rest van de 12 kuub oud die we verstookt hebben. Dat is het klein beetje as dat er overblijft. En daaraan zie je dat we eigenlijk een supergoeie verbranding gehad hebben. Hè. Dus en al de rest van de as die staat op de potten. Voilà. Aluminium of zie je? Nee, nee, nee. Kan je dat eerlijk zeggen?
Tot de potjes. Maar gaat die snijden, hè? Denk dat? Nee. Ja. Dat is heel gelukt. Ah ja, dank u. Fantastische kleur, ja, schoon. Hier zie je dat de smeltkegels allemaal plat liggen, dus we hebben de temperatuur meer dan goed bereikt. Hè. Dat blauw. Hier, dit is wel echt boven. Ja. Meisje. Hier, dat is een prachtig stuk. Dat zijn dus twee glazuren in superpositie, noemen we dat, op elkaar gezet. Dus dan hier zie je dus de as die gaat vliegen is en die in de glazuur gevangen geraakt. Die moet je niet kruisen. Nee, nee, dat is geweldig. Ik vind dat heel tof. Isabel, je tepeltankt. Ai, dat is minder. Ja. Hier, hier, hier. Maar dan krijg je dat stuk ook mee, hè? Ja, maar die deksel hangt ook vastgesmolten van de glazuur. Oh, spijtig. Oh. Dat is dan een installatie. Zet dat binnen op de grote wacht, tafel. Ja, wacht, dat? Vind je dat juist knap? Ja. Dat ik niet, maar ja. Niet alles wat dat in de oven zit, gooi je ook altijd goed zijn, hè, ziet. De achterkant is wel gelukt, de voorkant waar dat de vlam gaat, was niet goed. Van William, denk ik. Er gaan stukken uitkomen die we gaan verafschuwen, maar die we eigenlijk na een paar maanden, als je die gaat bekijken, hebben we die leren appreciëren. Omdat er ja, toch iets heel natuurlijk mee gebeurd is en die misschien niet in onze verwachtingen ligt, maar die we moeten aanvaarden. Omdat het iets is dat de natuur ons geeft. Hè. Kan ik er hier? Wat een schoon ding. Niet laten vallen, hè. Nog een champignonsje van Tony. Iedere oven die we open doen, heeft natuurlijk voldoening. Maar dit type oven, als je hier je stukken uithaalt, dan kun je uren zitten naar kijken naar één stuk. Als het het schoonste was, bijvoorbeeld, dat eruit komt. Dat zijn stukken die je dan niet meer kwijt wilt, hè. Dus...